Hey, superleuk dat je kijkt. Ik heb net heel spontaan eigenlijk besloten dat ik een poging wil doen tot Vlogmas. Ik heb nog geen idee hoe vaak ik precies ga uploaden en of het gaat lukken om bijvoorbeeld elke dag te vloggen of niet. Ik verwacht eigenlijk dat ik eens in de zoveel dagen vlog of om de dag. En dat er dan in het begin 2 video's per week komen. Maar in elk geval een stuk meer dan eerst. Het is vandaag zondag en zondag is voor mij een dag waarop ik ontspan, oplaad en me voorbereid op een nieuwe week. Voordat ik zometeen verder ga met wat ik allemaal aan het doen was, wil ik eerst eventjes wat dingetjes out of the way hebben. Allereerst, waar was ik de afgelopen tijd? Er is een hoop gebeurd. Ik kreeg eind september een belletje dat ik over 2 weken geopereerd zou kunnen worden aan mijn knie. Dus ik ben mij toen gaan voorbereiden en gewoon klaar gaan maken zoals iedereen dat zou doen voor die operatie. En toen werd ik 2 dagen voor de operatie zou plaatsvinden gebeld dat het toch niet doorging. Dat had te maken met de cijfers van corona die weer omhoog gingen, waardoor er minder verpleging beschikbaar was en waardoor de operatie dus niet door kon gaan. Ik heb toen ook niet gehoord wanneer ik wel geopereerd zou kunnen worden en dat kwam voor mij best wel als een klap, want ja, ik zag die operatie als een soort eindpunt van oké, als dat gebeurd is, dan is het daarna nog heel even naar. Maar daarna gaat het bergopwaarts of wordt het beter in elk geval. En ja, ik keek daar dus eigenlijk best wel naar uit. Maar goed, na een tijdje verdrietig te zijn geweest en me naar te hebben gevoeld, ben ik er weer uitgekomen, ben ik weer productief gaan zijn. Ik moest ook wel, want het was tijd om me te focussen op open dagen, portfolio gesprekken waarbij ik advies kon krijgen over mijn portfolio. Dat soort dingen eigenlijk. Dus daar ben ik heel druk mee bezig geweest. Ik heb me ingeschreven bij de opleidingen waar ik naartoe wil. En dat heeft gewoon ontzettend veel tijd gekost om me daarin te verdiepen en om een portfolio op te zetten. Dus dat is eigenlijk waar ik de afgelopen 2 maanden ongeveer ben geweest. Maar nu het allemaal weer wat rustiger is, had ik ontzettend veel zin om toch weer te gaan filmen, die camera op te pakken. Ik vind het ook zo leuk om te zien dat er nog steeds zoveel reacties komen op de video over Chester. En over Chester gesproken, ik wil jullie wat leuks laten zien. Kijk, het is jammer dat ik gisteren niet al begonnen was met vloggen. Want ik heb zijn bak omgetoverd tot de kerst. Decoratie. Ik heb even de deksel eraf gehaald, dan kunnen jullie het beter zien. Ik heb gisteren echt, ik denk wel een uur lang toiletpapier staan scheuren. En hij heeft alweer een deel weggehaald om in zijn nestje te stoppen. Maar dat is natuurlijk helemaal prima. En ja, ik heb er gewoon lekker een kerstparadijs van gehaald. Ik had deze nog vorig jaar bij de Action gekocht. Hetzelfde voor die kerstboom die er staat. En ja, gewoon heel veel papier gescheurd. Daardoor ziet het eruit als sneeuw. Deze, die komen ook van de Action trouwens. En dat schaaltje, die is eigenlijk veel te groot als voederschaaltje, maar ik vind het toch zo leuk staan. Dus ja, dat is hoe Chester's bak er nu uitziet. Er waren ook vragen over op de video over toen ik hem ging ophalen. Wat ondertussen een jaar geleden is, echt niet te geloven. Aangezien ik zo spontaan besloten had om mee te doen met Vlogmas, was ik nog even voor mezelf duidelijk aan het maken wat ik nou allemaal ervan wil en hoe ik het wil gaan doen. Ik ben hier aan het opschrijven wat ik allemaal nodig heb. Verder wil ik zometeen nog eventjes snel plannen wat voor video's ik wanneer upload. Gewoon omdat ik denk niet dat elke video een vlog gaat worden. Ik denk ook dat ik gewoon wat vooropgenomen video's maak voor de momenten dat ik even niet de kans heb om te vloggen. Nou, ik moet zeggen, dat viel me echt enorm mee. Ik heb gewoon zoveel ideeën nog staan voor video's die ik wil maken. Sowieso 2 video's stonden voor mij al vast voor het eind van het jaar, dus dat scheelt. En verder heb ik voor nu elke week 1 vlog gepland staan en 1 andere video. Ik heb er in elk geval heel veel zin in. Ik denk dat ik nu even ga kijken of ik een intro en een outro kan maken en ideeën voor de thumbnail. Dus daar ga ik dan nu nog even mee bezig. En dan laat ik het jullie wel zien als het af is. Nou, de thumbnail is in elk geval klaar. Het idee is dat ik de foto dus kan vervangen, want dit is natuurlijk de foto van de vorige video. Maar dan had ik even een voorbeeld om op te werken. Maar volgende keer vervang ik dus gewoon het beeld en de rest blijft hetzelfde voor elke Vlogmas video. En op die manier hou ik er eenheid in, kun je herkennen welke video's Vlogmas zijn. En ik vond het ook gewoon heel leuk eruit zien en leuk om te doen. Nou, we zijn ondertussen weer 2 uurtjes verder. Het is nu 9:15. En ik heb de intro af en ik realiseer me net, dat is best wel een mindfuck, dat jullie die intro natuurlijk al lang gezien hebben. Ik wilde hem enthousiast laten zien, maar jij hebt het natuurlijk al gezien.
Ik hoop in elk geval dat jullie het heel tof vinden. Dit is weer een van de eerste keren dat ik in After Effects heb gewerkt. En ja, ik vond het wel heel leuk om te doen. Het outro viel uiteindelijk heel erg mee met maken. Omdat ik natuurlijk onderdelen kon gebruiken die ik al had. Zoals de kerstboom, die had ik natuurlijk al gemaakt. Dus dat scheelde heel erg. En het animeren van de tekst was ook niet heel ingewikkeld. Dus het is nu 9:30. En aangezien ik nu dus het intro, het outro en de thumbnail af heb, betekent dat dat ik helemaal klaar ben. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik dit vandaag al af zou hebben allemaal. Maar ik ben er wel heel blij mee. Dus ik ga zo lekker een kopje thee voor mezelf maken. Ik ga eventjes een boek lezen en dan vind ik het mooi geweest voor vandaag. Goedemorgen, ik werd vanochtend rond 1:50 wakker en toen heb ik eventjes mijn ochtendroutine gedaan. Bed opmaken, gezicht wassen, tanden poetsen, dat soort dingen. En eventjes mijn oefeningen voor mijn knie. En nu heb ik lekker een ontbijtje klaar liggen. Ik heb lekker 2 sneetjes toast gemaakt en ik heb hier een latte macchiato voor mezelf gemaakt met sojamelk. En na het ontbijt wil ik de video van vrijdag of zaterdag gaan uitstippelen. Ik weet nog even niet welke dag die nou online komt. Maar die gaat over hoe je uit een negatieve sleur komt. Of tenminste hoe ik dat doe. Als je zeg maar nergens zin in hebt, eigenlijk alleen maar in bed wil liggen. Hoe je er dan weer uitkomt. Dus hou dat in de gaten voor de volgende video. Wat ik wel echt een nadeel vind is dat het vandaag erg donker is buiten. Het is heel grijs en heel regenachtig. Wat ook betekent dat er veel minder licht binnenkomt in mijn kamer. Het komt gelukkig op camera niet zo heel erg over. Maar je ziet wel in de achtergrond die schaduwen en zo. Dus ik hoop dat dat goed gaat met het opnemen van de andere video. Maar we gaan het wel zien. In elk geval eerst even ontbijten. Nou, ik ben even bezig geweest met het plannen. Ik heb hier mijn telefoon, daar had ik al opgeschreven wat ik allemaal zou gaan vertellen / doen. Maar het stomme is dus, ik vertel onder andere dat als het slecht met me gaat, dan is mijn kamer vaak een zootje. Maar het is nu geen zootje. Het is natuurlijk heel gek dat ik rommel ga maken om het vervolgens weer op te ruimen. Maar dat is voor die sfeerbeelden wel wat het nodig is. En ik ga denk ik mijn bed gewoon een beetje naar achter vouwen, de deken en dan weer terughalen. Want als ik het helemaal opnieuw moet opmaken, dat duurt te lang. Het is 4:15 en het is echt pikke donker buiten. Het regent natuurlijk wel, maar het is ook echt wel duidelijk winter aan het worden. En ik vind het niet leuk. Maar ja, niks aan te doen. Ik dacht alleen ik doe het licht aan, maar zodra ik dat dus doe, dan gebeurt er dit. En ik werd net dus blauw. Dus ik dacht, ja, ik weet niet wat nou beter is. Het licht uit of het licht aan. Ik denk dat ik het licht toch maar aanlaat, want het is wel beter meer licht dan slecht licht. Maar ja, je snapt mijn idee. In elk geval, ik ben eindelijk klaar met het opnemen van de video. Het heeft even geduurd, maar het is gelukt. En gelukkig voordat het donker wordt, dus dat is fijn. En ik dacht, het is nu tijd om de kerstboom op te zetten. Dat moet toch wel in de eerste kerstvlog. Dus hier is die. Nou, zoals je ziet ben ik nu blauw. Dat komt dus door de belichting, dus sorry daarvoor. Ik kan er helaas niet zoveel aan doen. Maar dit is in elk geval mijn kerstboom. Ik heb er al lichtjes in, dus dat is wel, wel chill op zich. En ik heb hier nog 3 soorten kerstballen. Ik heb hier mintgroene, omdat mintgroen mijn lievelingskleur is. Maar ik heb ook roze, want dat vind ik gewoon heel mooi. En ik heb hier een beetje zilveren met allerlei soorten. Ik weet nog niet welke ik erin ga doen. En of ik ze allemaal doe of alleen een paar. Ik denk eigenlijk de roze gemengd met de zilveren. Daar heb ik wel zin in voor nu.
We hebben net gezellig met z'n allen sushi en hapjes gegeten en lekker film gekeken. Nu is het 9:00 ongeveer en ik vind het eigenlijk wel mooi geweest voor vandaag. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar mijn allereerste Vlogmas video. Doe zeker een duimpje omhoog als je het leuk vond en laat een reactie achter. En dan zie ik je graag bij de volgende video. Doei!